Rond de eerste week van oktober zal het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur starten met een nationaal onderwijscongres. Dit liet minister Henry Ory vandaag weten tijdens een persconferentie op zijn departement. Op dit congres zal het ministerie samen met de samenleving en andere actoren proberen na te gaan in welke richting we opgaan met het onderwijssysteem. Het oude en het nieuwe systeem zullen met elkaar vergeleken worden. We gaan op diverse gebieden position papers presenteren, of het nou primair onderwijs is, secundair onderwijs, tertiair onderwijs, speciaal onderwijs, bijzonder onderwijs, universiteit. En we gaan dat 2 dagen lang gaan wij daar met de samenleving en de stakeholders mee confereren. Omdat het belangrijk is om de koers van het ministerie Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur goed in kaart te brengen. Landschap te schetsen waar we prioriteiten gaan stellen om straks ook de komende maanden, althans de rest van de les 2 jaren waar de zitting is van elk kabinet, een aantal korte termijn, middellange termijn en lange termijn plannen te hebben. Voor de bewindsman is het ook belangrijk dat het ministerie een strategische visie presenteert met de concrete problemen. De strategieën moeten volgens hem genoemd worden, zodat de weg naar oplossingsmodellen duidelijk is. En het onderwijs heeft op het algemeen een heel veel problemen op verschillende niveaus, maar verschillende aard. Maar wij moeten niet in paniek raken. Het gaat erom, je moet succesievelijk een beetje gaan werken aan de korte termijn en de lange termijn problemen. En die problemen zijn er, ik zal het niet ontkennen. Als minister zie ik ook hoe zo'n agenda per dag, per week werkt. Er zijn lopende afspraken, er zijn natuurlijk incidentele zaken. Nu hebben we bijvoorbeeld een probleem in Guyana, waarbij Guyana 2 dagen, dat is goed. Gebleken is dat een iemand die gestoord gedrag vertoont, terroriseert de school. En leerkrachten zijn nu teruggekomen en ik kan ze ook niet kwalijk nemen vanwege die onveilig gevoel. We zijn nu bezig te kijken, gisteren heb ik het in het kabinet ook gebracht, om breedvoerig te kijken hoe we natuurlijk iets kunnen doen met de goede man. Om te voorzorgen dat de zaken zodanig zijn dat de leerkrachten teruggaan, want je kunt 246 leerlingen niet duperen. Ory zei dat de agenda van het ministerie per dag verschilt. De samenleving moet vooral niet uit het oog verliezen dat het onderwijsministerie veelzijdig is.